employing a different strategy. I've planted a note in my new wallet with my phone number and the offer of a reward. If someone steals it, hopefully this will bait them to call. Right, you're lost. Your girlfriend? I'm trying because Central Station is going to Hembrand Square. That's great, thank you. It's gone. What? The wallet's gone. The wallet's gone. The wallet's gone. He's taken the wallet, but we lost the pickpocket. So he did half of it right. Now I guess we just have to hope he calls the number on the piece of paper. Er was een zakrol op stationsplein, eveneens betaald. Okay. Yeah. And what was your part? Get in the wallet afterwards. Oh, okay. And did they pay you also? I have no comments about that. Oh, okay. I get a phone call. Well, I finally managed to track down the guy that pickpocketed me outside of Central Station, and I've got what I hope is his address. I've got a lot of questions I want to ask him about pickpocketing here in Amsterdam and how it fits in with everything else that's going on here. Hey. He's invited me over for a cup of tea. Come on, come in. Who'd have thought? Hey, thank you. So what's the most money you made pickpocketing someone in Amsterdam? The weekends, if I go out, I can come home every evening with 500,000 euros. Good evening. No. Hey, hi Connor. How are you? I'm fine, how are you? I'm good, man, nice to meet you. But if I want to go out and get myself in a bit of trouble, where's the good areas for me to go? If you want trouble, you should go outside the area where the cameras are hanging and you pretend you are a little bit drunk and looking everywhere, so they know, oh, this guy doesn't know where, he's not from here, he's an outsider. For sure, they will approach you in one way or the other to get money out of you. Jij bent de jongen van Scam City, dus de zogenaamde acteur zakkenroller. Ja, hoe is dat gegaan? Hoe ben jij benaderd? Zo, door de manier dat de naam is Mo. Hij heeft me gevraagd als ik in Scam City wil werken en voor de National Geographic op televisie kwam. En Mo werkt voor Stichting Vluchtwerk? Ja. Hoeveel geld heb je gehad van Scam City? Zo, de principe voor de zakkenrol, ja, wanneer ik heb een portemonnee gepakt, dat was om 150 euro binnen. En plus een briefje als ik telefoneren aan iemand wie is van wie de zak de portemonnee was, kreeg ik nog 150 euro de plus. Zo, so, ik heb worden gebeld en ik heb nog 150 euro gekregen. En toen hij kwam naar mijn huis, hij wilde me een afspraak maken over hoe gaat in Amsterdam met zakken halen, wat ik heb gedaan, waar ik heb geleerd. En ik heb gezegd dat het gaat kosten nog 400 euro voor de kamer. En 400 euro nog te betalen mee. En 50 euro voor de meisje die was samen bij mij. Zo, hij zegt ja, is akkoord. Dus ik heb deze gedaan. En dat meisje wat met jou was, Sandra? Sandra Santana. Die is ook gewoon geacteerd allemaal. Ja, wij zijn acteurs. Ja. Wij zijn niet te stelen en ik ben nooit bij de politie geweest. Ik heb mijn naam schoon bij de politie, overal, Interpol, overal in de wereld. Ja, maar Conor Woodman zegt dat het allemaal echt is. Dus nee, hij beschuldigt jou dat jij dus nu een zakkenroller bent. Nee, het is helemaal geen echte zakken. Dus wil jij nu nog wat zeggen tegen Conor? Jawel. Ik presenteer mezelf om deze filmage te doen. Om te zeggen dat wij zijn actors. Wij zijn geen zakkenroller. En sorry voor de demonstratie. Ik word betalen voor deze zakken. Oké. Okay. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Maar het komt hierop neer. Er is niet sprake van een Scam City, althans daar blijkt niks uit als je de uitzending weegt op zijn feiten.
Dit lijkt eerder scam television, als ik het zo mag zeggen. Als de presentator zegt in zijn aankondigingen, ik ga u iets laten zien over de donkerste stad, ik geloof van Europa. En vervolgens komt hij met geen enkel bewijs, maar alleen in scène gezette dingen. Dan is bij mij niet het bewijs dat hij iets fout gedaan heeft, maar dan heeft hij zijn beschuldiging van donkerste stad, zwendelstad, voor ongeveer 0% waargemaakt. Dat is wat de situatie is. En het bijzondere vind ik dan nog wel, dat hij Amsterdam verbindt met het begrip zwendel, terwijl hij zelf in zijn methodiek zwendelt. Ja, wat we eraan gaan doen, dat mogen duidelijk zijn. We laten het er niet bij zitten. See, I used to know pretty well, because I used to come here a lot when I was younger. And I can honestly say, in all my travels, it's one of the darkest places I've visited. So it's nice to be back.